Van harte welkom, dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met vandaag één gast en dat is Jacques Monash. Monash, ja. Zeg ik het goed? Ja, helemaal prima. Een bijzondere man hier aan tafel. Vertel zelf even wat je achtergrond is. Nou, of ik bijzonder ben, dat laat ik aan de kijker en aan u over. Maar ik ben hier omdat ik een van de oprichters ben van Nieuwe Wegen, een partij die voor een deel is voortgekomen uit de Partij van de Arbeid, ikzelf in ieder geval. Ik was het niet meer eens met de koers. Nee, een half jaar geleden stond je eigenlijk op het punt om mee te gaan doen om partijleider te worden van fractievoorzitter te worden van die PvdA. Ja, dat klopt. En, het is niet helemaal gegaan zoals je wou. Nee, er waren twee dingen bij elkaar. We hadden als PvdA-fractie gezegd van dat referendum over het Oekraïne-verdrag, wat we er ook verder van vinden, maar we leggen ons neer bij de uitslag. En toen ging de PvdA-fractie draaien en zei toen de uitslag ze niet beviel, dat doen we toch maar niet. Nou, ik zei, dat kan je echt niet maken. Je kan niet een afspraak met de kiezer uit oud vuil zetten. En tweede, voor het lijsttrekkerschap, het gaat niet goed met de sociaaldemocratie en ook zeker niet met de Partij van de Arbeid. Dus er was afgesproken om een lijsttrekkersstrijd te hebben waar ik aan mee wilde doen, maar dat ook niet leden makkelijk mee konden doen. En de tweede was dat als ik zou winnen, want ik had een bepaald andere visie dan het verkiezingsprogramma, dat we ook dat programma konden aanpassen. Nou, allebei is geweigerd door het partijbestuur. En toen heb ik op een gegeven moment de conclusie getrokken van het is mooi geweest bij de Partij van de Arbeid. Ja, en hoe lang ben je lid geweest van die PvdA? Heel lang. Ik ben op mijn 16e al lid geworden op een bijeenkomst. Het Max van der Stoel en Wim Duisenberg. Dus een paar grootheden uit de sociaaldemocratie. Dus het rood, dat vloeit wel door je aderen. Nou ja, ik ben ook, dat zeg ik ook nog steeds. Ik ben nog steeds overtuigd sociaaldemocraat. Maar het aardige is bij Nieuwe Wegen is dat je daar mensen bij elkaar ziet komen die erover denken om PVV te gaan stemmen. Maar die zeggen, hey, eindelijk hoor ik het geluid wat ik bij de PvdA miste. Maar we hebben ook mensen die de VVD geen goede partij meer vinden. Omdat wij bijvoorbeeld heel veel accent leggen op midden- en kleinbedrijf. En dat meer bij de VVD niet meer herkennen. Maar we hebben ook een buschauffeur die vindt dat het niet goed gaat in het openbaar vervoer. Mm-hmm. Vroeger bij de SP gezeten. Maar de meeste mensen hebben maar heel weinig politieke achtergrond. Het zijn geen beroepspolitici. Het zijn echt mensen uit de praktijk. Verpleegkundigen, onderwijzers, iemand van de Koninklijke Marechaussee. Dat is een hele mooie club. Nou, gaan we straks verder over hebben. Ja. Ik ben eigenlijk ook heel benieuwd naar jou als persoon. Markant man, van alles gedaan. Niet alleen in Nederland. Vertel. Ik heb al van jongs af aan, is dat een beetje met de paplabel erin gegoten, veel in het buitenland gewoond. Mijn vader was chirurg, hebben we in Ethiopië en Tanzania gewoond. En ik denk dat het daar een beetje uit voort is gekomen. Op een gegeven moment zelf ook met mijn gezin naar het buitenland gegaan, gewerkt voor de Amerikaanse Democraten in Oekraïne, in Kiev. En later in Moskou gewoond en in Rusland gewerkt. Dus daar heb ik veel meegeholpen met mensen die de samenleving daar wat democratischer wilden maken. En ondertussen ben ik schilderijen gaan verzamelen en is daar eens een hele grote galerie uit voortgekomen. Mag ik dan zeggen, man van de wereld? Nou, ik vind de wereld wel interessant. Ja. Ik heb ook veel gewerkt in Afrika. Mm-hmm. Ook nog een keer toen ze nog prinses was, met prinses Maxima dingen gedaan in Afrika. Dus ik vind het bijvoorbeeld wel een van de mooie dingen om te doen, veel reizen. Het is op dit moment een spannende tijd in de wereld, hè? Althans, zo wordt het gebracht. Hoe is jouw visie daarop? Nou, ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. Dat het echt een hele spannende tijd is. Je ziet dat de oude verhoudingen staan gewoon te trillen op hun grondvesten. Ja, de heilige huisjes zijn de heilige huisjes niet meer. Nee, en dat is gewoon dus goed om daarop te gaan reageren. Ik vind dat wij in Europa daar heel erg paniekerig op reageren. En krampachtig willen vasthouden aan zaken waarvan je moet zeggen van, moeten we dat op die manier nog doen? Maar dat een Amerikaanse president zeg maar de NAVO en de Europese gemeenschap niet meer zo belangrijk vindt, ja, dat was natuurlijk tot voor kort ondenkbaar. Mm-hmm. Dan kan je wel gaan demonstreren op Malieveld en Boe of Bach gaan roepen, maar ik denk dat het veel beter is om te gaan luisteren en te gaan kijken van, ja, er moeten gewoon dingen veranderen. Europa is gewoon doorgeschoten, dus er moet gewoon een nieuw Europees verdrag komen bijvoorbeeld. Als je nou, want je bent kenner zullen we maar zeggen, als je daar in Rusland hebt gewoond, dan weet je wel wat van het land af. Ja. In het Westen, met name ook in Nederland, maar in Europa, wordt er heel erg met het vingertje geweest naar die Poetin. Is dat ook zo? Is dat nodig? Met andere woorden, is het een boef? Kijk, waar Poetin op uit is, we zijn gewoon te laat bij Poetin. Toen ik daar woon, heb ik altijd gezegd van, jongens, Rusland en Oekraïne, dat zijn de landen waar je toenadering moet zien te vinden. We waren bezig met Bulgarije en Roemenië. Dat is geopolitiek totaal niet interessant. Toen heb ik al gezegd van, Rusland is, ook toen waren ze veel zwakker. Maar dat wordt vroeg of laat gewoon weer een wereldmacht. Een land dat uitstrekt van Europa tot aan China. Ja, met zoveel grondstoffen, met zoveel mensen, met zoveel belangrijke staten die eraan grenzen door de hele wereld. Zorg dat je daar vrienden mee bent. En eigenlijk nog liever kijken of je in Europees verband met ze kan samenwerken. Nou, dat was totaal
totaal bespreekbaar. Want ook na de Koude Oorlog werd dat toch een beetje als de kwade beer gezien. Hè? Dan moet je een beetje op afstand houden. En nu is het te laat en nu zullen we met Poetin moeten... Die is er vooral op uit om landen te destabiliseren. Wat hij nu doet in Oekraïne, dat had hij al gedaan in Georgië, dat had hij al gedaan in Moldavië. En hij is echt niet van plan om daar, zeg maar, Oekraïne verder in te vallen. Maar het land ontregelen, dat betekent dat het daar niet stabiel is. En dan kan hij vanuit zijn centrum verder zijn politiek bepalen. En dat probeert hij nu ook met Europa. En dat lukt hem dan voorlopig aardig? Het lukt hem zeker heel aardig. Dus kijk... Wij, en dat is geen hoopvolle boodschap, maar zolang Poetin daar zit, en dat gaat nog wel een paar jaren duren, zal het een hele lastige relatie worden. Het zal af en toe wielen en dealen zijn. Maar je kan niet accepteren dat een land zomaar, bijvoorbeeld in dit geval Oekraïne, binnenvalt en daar zomaar stukken land annexeert. En tegelijkertijd is het een van de grootste en belangrijkste landen in de wereld, dus zul je ermee om de tafel moeten gaan zitten. En daar, ik hou van eenvoudige antwoorden, dat is vaak te geven, maar dit is nou echt eentje, daar passen simpele oplossingen in. Passen niet. En Russen reageren ook alleen maar op een stevig antwoord. Op het moment dat de Russische politiek merkt, hey, iemand is zwak, of die wil gaan, of je ligt al half op je rug, dan kom je ook nooit meer boven. Okay. En hoe zie je de ontwikkeling in Amerika recent met Trump? Nou ja, kijk, het fascinerende van Trump is natuurlijk dat een miljardair, en nu in een kabinet omgeven door miljardairs, dat die kennelijk de polsslag het beste voelt van gewone mensen in Amerika. Ja. En je ziet dus, ja, Hillary Clinton had natuurlijk nooit de kandidaat van de Democraten mogen zijn. Dus als je zo ver voor ligt op Trump en dan vervolgens nog die verkiezingen weet te verliezen. Onvoorstelbaar. Omdat ze gewoon, ja, zij is natuurlijk toch het vertegenwoordiger van het links-progressieve establishment. En dat is de tragiek ook in Europa. Dat partijen die vroeger voorop liepen om de samenleving te veranderen, die wisten wat er speelde bij brede lagen in de samenleving. Die partijen als de Democraten in Amerika of de Partij van de Arbeid in Nederland, die zijn steeds meer achterop geraakt. Die bepalen de agenda niet meer. Die worden meegesleurd door de agenda van of van Wilders of van Trump. Ja, als we dat even projecteren op Nederland, hè, wat daar in Amerika is gebeurd. Hoe zie je dan die ontwikkeling? Men probeert het hier ook nog steeds krampachtig vast te houden. Hè? Ja, nou, kijk, ik denk zelf, en dat hebben we bij Nieuwe Wegen ook heel duidelijk gezegd, van wat willen mensen? Mensen willen helemaal geen overheid die op afstand staat, of een overheid die zich voortdurend terugtrekt. Een beetje zo makkelijk meegegaan in een soort rechtse agenda van een kleinere overheid is goed. Mensen willen veiligheid precies. En herkenbaarheid. En die willen gewoon dat het onderwijs goed is. En die willen gewoon, die willen dus op een gegeven moment zien die van, ik doe hier netjes mijn werk, ik word betaald via een cao, en vervolgens hebben we in Europa de grenzen opengezet, waardoor hier met schijnconstructies, Polen, Bulgaren, noem maar op, hier het werk aan het overnemen zijn. Datzelfde natuurlijk in Amerika gebeurt, waarin op een gegeven moment, ik ontzeg het die mensen niet, maar Mexicanen dachten van, we gaan naar Amerika toe, dan gaan we voor lage lonen het werk overnemen. Ja. En dat gaat ten koste van de hardwerkende middenklasse of hardwerkende mensen. Dus daar moet je op een gegeven moment paal en perk aan stellen. En wat je zag, vooral bij linkse partijen, maar daar heeft de VVD en het CDA even hard aan meegewerkt, dat Europa, het ideaal Europa, was belangrijker dan wat er eigenlijk binnen gebeurde. Dus dat vrije verkeer van werknemers, dat was heilig. En ik heb al jaren in die PvdA-fractie gezegd, jongens, dat gaat ten koste van de onderkant van de samenleving. Ja, waar komt dat kromme denken in Den Haag nou vandaan? Nou, wat je ziet in de PvdA-fractie, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar alle woordvoerders op het gebied van buitenland en Europa in Den Haag, dat zijn allemaal diplomaten. Die hebben allemaal vroeger bij buitenlandse zaken gewerkt. Dus die geloven in diplomatie, die geloven in verdragen. Voor hun is Europa een soort ideaal. Maar wat daaronder gebeurt, op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld, ja, daar hebben ze helemaal geen oog voor. En dan zeggen ze, ja, dan moeten we dat maar eerst in Brussel opnieuw gaan onderhandelen. Die hebben echt zoiets van, daar zijn we zelf bij geweest. Mm-hmm. Of dat moeten we dan eerst netjes met elkaar gaan onderhandelen. En ondertussen, ja, kijk wat er gebeurt is bij de vrachtwagens. Dus je hier vanuit Tiel naar de grens rijdt, en alle parkeerplaatsen staan vol dit weekend weer met chauffeurs die geen kant op kunnen en die daar met een pannetje aan het koken zijn. Dat is gewoon slavernij in de vrachtwagentransportsector. En dat hadden we veel meer moeten voorkomen. Je kan niet zomaar mensen uit veel armere landen, ook binnen Europa, vrije toegang geven tot jouw arbeidsmarkt. Want dat gaat ten koste van heel veel mensen die aan de onderkant van onze eigen arbeidsmarkt aan het werk zijn. Je hebt geprobeerd binnen die PvdA om meer invloed te krijgen. Uiteindelijk is dat niet gelukt. Je bent afgerekend. Waarom? Nou, kijk, weet je, ik zeg altijd, er zijn ook goede dingen gebeurd. Maar ik denk heel duidelijk dat... Welke dan? Nou, kijk, ik ben zelf woordvoerder geweest op het gebied van wonen. Wat je zag was dat corporaties, die hadden alle macht naar zich toe getrokken. Huurders en gemeentes hadden daar niks over te zeggen. Dat is echt grondig veranderd. Hetzelfde met de hypotheekrente aftrekken. Het enige wat we deden als Nederlanders, was onszelf in de schulden steken, in plaats van dat we gewoon ons huis netjes aflosten. Dus daar zijn dingen, vind ik, goed veranderd.
Maar wat bijvoorbeeld, waar ik in de fractie vaker aandacht voor heb gevraagd, om daar ook radicaal anders in op te treden, is de situatie in de verpleeghuizen. Dat is natuurlijk schrijnend dat een staatssecretaris van PvdA-huizen nog steeds de problematiek in de verpleeghuizen niet heeft opgelost. Ja. Zelfs toen het zijn eigen moeder en vader betrof, heeft hij niet ingegrepen. En dat heb ik ook vaak in de fractie gezegd. Jongens, je moet nu ingrijpen. Je moet het management van slechte verpleeghuizen onder curatele zetten. Als we missies naar Mali sturen met militairen, kunnen we ook missies met verpleegkundigen naar onze verpleeghuizen sturen. Zo simpel is het uiteindelijk. Ja, dan zegt iedereen het is een goed idee. Maar een half uur later zegt iedereen het is toch wel een beetje ruig en zo moeten we niet optreden. Dus dat doorpakken, wat volgens mij belangrijk is in de politiek, waar mensen ook op zitten te wachten, waarom mensen ook vaak teleurgesteld zijn in de politiek, dat moet echt terugkomen. Verkiezingen komen eraan. Allemaal heeft men mooie praatjes. Verkiezingsretoriek, laten we maar zeggen. Ja. Hebben mensen in Den Haag nou niet door dat die mensen in het land het eigenlijk beu zijn? De zoveelste belofte, ook al is die waar, ik word niet meer geloofd. Nee, maar ben ik heel met je eens. Volgens mij, als je nu iets gaat beloven terwijl je 3, 4 jaar lang totaal iets anders hebt gedaan... Om even in de reden te vallen, hè. Dat vond ik echt stom. Praat je over Pechtold met D66 met zijn €500. Ja. Nou, ook al zou het allemaal uitgerekend zijn en zou het kunnen, gewoon een hele domme actie. Ja, ik denk dat er een soort paniekvoetbal is bij een aantal partijen van als we niet met een gek voorstel komen, komen we niet in de media. Je ziet ook dat die Haagse media, die is ook heel erg bezig met de Haagse spelletjes. Hè? De waan van de dag. Ja, nou ja, wie doet het wel met de PVV en wie niet. En er worden allemaal zogenaamde pakten en verdragen gesloten tussen partijen. En een goed discussie over de inhoud, hè, van die zie je nauwelijks terugkomen op dit moment. Het gaat alleen maar over de spelletjes en over wie doet het met wie. En ik denk dat heel veel mensen daar inderdaad terecht helemaal beu zijn. Je zit nog steeds in die Tweede Kamer, ja. Dus je maakt het wekelijks van dichtbij mee. Hoe gaat het er nou aan toe, bijvoorbeeld met zo'n PVV? Zijn die verhoudingen echt inderdaad zo scherp, onderling? Nou, ik heb zelf altijd heel goed met collega's van de PVV samengewerkt. Met Dion Graus of eerder op andere terreinen met zijn collega's. Dus ja, ik ben zelf niet van je moet ze terzijde schuiven. Ik vind dat je elke stem moet je serieus nemen. Juist hem ook voor die van de PVV. Je kan het zelfs met Wilders eens zijn of niet eens zijn. Maar er zijn een grote groep mensen die steunen de PVV. Ze hebben ook op heel veel punten gelijk. We moeten gewoon strenger zijn op het gebied van integratie. Er moet gewoon aangepakt worden in de verpleeghuizen. Alleen, zij hebben echt zoiets van de grenzen gaan dicht. Komt geen één asielzoeker meer binnen. Terwijl er ook gewoon mensen zijn, gezinnen met kinderen, die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Maar goed, natuurlijk. Hè? Ja, maar daar moeten we ook iedereen die erover nadenkt om PVV te stemmen, moet daar ook wel naar zichzelf te raden gaan. Zijn we echt een land waar je nooit meer iemand, een gezin met kinderen die op de vlucht zijn voor oorlog, niet meer veel zou willen opvangen? Ik vind dat de verkeerde richting. Ik vind dat Europa echt grondig moet veranderen. Maar vind je echt dat we uit Europa moeten, uit een Europese samenwerking, want we verdienen een groot deel van ons geld in het buitenland. Dus er moet veel veranderen. Maar wil je echt naar een land toe dat zich weer helemaal naar zichzelf toekeert, terwijl we gewoon handel met andere landen is goed voor onze werkgelegenheid nodig hebben. Dus ik zeg ook wel tegen PVV-stemmers van, veel punten, volgens mij ook als Nieuwe Wegen de kans krijgen om aan tafel te gaan naar de verkiezingen, gaan we ook met de PVV aan tafel zitten. Maar pas op dat je niet doorschiet. Er zijn heel veel mensen bij Nieuwe Wegen, die hebben een allochtone achtergrond. Die zijn politiek correct helemaal zat. Maar die zijn ook bang dat hun kinderen gaan opgroeien in een land waar racisme en discriminatie normaal wordt. Dus pas wel op dat je niet doorschiet, ook niet in je stem. Je hebt zelf een nieuwe partij uit de grond gestampt. Natuurlijk met je achterban. In een heel kort tijdbestek. Het wordt wel een helft job. Ja, het is een helft job. Ja, nee, dat is ook het punt. Het is gewoon een kort dag. Maar goed, gelukkig hebben we, ik vind zelf een hele goede kandidatenlijst. Simone de Boer uit Tiel, die wilde als lijstduwer. Ik had er veel liever hoger op de lijst willen hebben. Maar goed, ik vind het echt een hele interessante lijst. Je snel zegt van het gaat altijd maar om beroepspolitici. Dit is echt een lijst. Met mensen die met hun poot in de modder staan. Mensen uit het veld. Ja, een docent, een vrouw die voor de klas staat in het VMBO. Een operationeel teamleider van de Koninklijke Marechaussee. De andere lijstduur is Leo Buchel, een marktkoopman van de Albert Cuyp. Dus je ziet dat we echt een heel andere lijst hebben dan mensen die eigenlijk alleen maar in de politiek hebben gezeten of als ambtenaar op het gemeentehuis hebben gewerkt. Nou, het geweld is eigenlijk al een beetje losgebarsten rondom de weg naar de verkiezingen. Hoe gaat Nieuwe Wegen het verschil maken?
Nou ja, het is behalve dat het een helve job is, is het gewoon keihard werken. Het is, Jawel, maar dat doen al die partijen. Ja, nou ja maar wat ik, voor ons is het natuurlijk moeilijker, want we zijn nieuw. Dus je moet bij de Haagse media ertussen zien te komen. Ik mag hier bij jou ons verhaal komen vertellen. Dat betekent dat we veel op sociale media doen. We gaan natuurlijk veel werkbezoeken worden gepland. Maar we hebben steeds gezegd van, we gaan niet zomaar even een werkbezoekje doen. We hebben gezegd, bijvoorbeeld tegen de verpleegkundige bij ons op de lijst, ga nou op werkbezoek bij een collega verpleegkundige. Dan gaan we daar naartoe. Dan praat je gewoon met collega's wat er moet veranderen. Dus niet goedkope werkbezoeken vlak voor de verkiezingen. Ik ga permanent op werkbezoek. Maar ga nou juist naar die plekken toe waar onze mensen ook gewoon aan het werk zijn. Ja, als je kijkt, want je hebt het zelf over die media. Er wordt heel erg gesproken over linkse media en rechtse media. Wilders die voedt dat ook een beetje. Wat vind je daar zelf van? Nou, wat vind jij ervan? Ja, want jij zit zelf in de media. Vind jij dat er echt een duidelijk verschil is tussen links en rechtse media? Soms wel, vaak niet. En ik ben me te denken van bewust geworden trouwens. Ja. Dat wat voor media heel erg normaal zou zijn, of gevonden wordt, dat dat voor die kijker of die luisteraar niet per definitie zo hoeft te zijn. Ja, ja, ja. Nou, dit gesprek ook bijvoorbeeld, is een beide belang. Ja. Natuurlijk een goed gesprek, maar ook om duidelijkheid te geven aan de kijker van, ja, nou, wie is nou die Jacques Monas? Ja. En wat doet hij met zijn nieuwe wegen? Ja. Het valt mij wel op. Hoe meer die kritiek komt, ga je er ook natuurlijk ben meer gespitst op, hè, dat het zo'n onderwerp aan het worden is. Ik was laatst een uitzending bij De Wereld Draait Door van de VARA. Ja. Na de toespraak van Trump, toen hij net president was. Mm-hmm. En daar hadden ze 6 mensen uitgenodigd die allemaal boos waren op Trump. Ja, en dan denk ik bij mezelf, ja, dan ben je geen journalistiek programma meer. Nee. Dit is gewoon goedkoop erop inbeuken. En waar ze het meest over verbaasd waren, is dat hij zei wat hij beloofd had tijdens de verkiezingen. Ja. Dat vond ik zo raar, dat had ze nog nooit meegemaakt. En de politicus die doet wat hij zegt. Ja. Ja. Van, en als hij het niet had gedaan, zie je wel, ach, echt weer zo'n politicus die zegt A in de campagne en B daarna. Dus ja. dat vond ik echt een voorbeeld van, daar gaat de media helemaal ontsporen. Kijk, maar de media als één geheel bestaat ook niet. Ja. Ik kan me een filmpje van jou herinneren bij Jinek. Een paar weken geleden. Ja. En daar zit een item in met een journalistieke reporter, een politieke reporter. En die deed, dat was eigenlijk een slap aftreksel van die Rutger kast. Ja, dat kan je beter Rutger zelf hebben. Ja, ja. Maar dat vond u, dat sloeg helemaal nergens. Nee, het was een waardeloos item. En dan Jinek, die zichzelf serieus neemt, hè, dat is dan een programma wat dat doet. Ja, dan denk ik, niet echt over nagedacht. Nee, terwijl jij neergezet wordt als, eigenlijk een beetje lachwekkend. Ja, nee, weet je, hij kan soms serieus zijn. En dat had ik ook gehoopt. En we hadden een uur door het bos gelopen. Maar toen ik het s'avonds terug zag, dacht ik bij mezelf ook, de zonde van de tijd geweest. Heb je niks aan. Ja. Die dingen gebeuren. Hoort bij de wedstrijd. Maar je weet, voor de volgende keer doe je daar niet meer aan mee. Nee. En wat vind je bijvoorbeeld van Forum voor Democratie? Thierry Baudet. Nou, ik vind dat Baudet een goed punt heeft in waar hij vooral hamert op een beetje een moeilijk woord, partijkartellen. Ja. Dat een paar partijen het de dienst uitmaken. Het is natuurlijk een mooi populistisch woord, maar het dekt wel de lading wat hij wil. Voor een deel wat hij vindt. Ja, voor een deel is dat waar, maar dat is het goede wat er nu gebeurt. Je ziet dat aan het verbrokkelen is, omdat natuurlijk het CDA is steeds veel kleiner geworden, de Partij van de Arbeid is kleiner geworden. Dus voor een deel is dat het verhaal natuurlijk een beetje achterhaald, omdat de kiezers al lang hebben besloten om andere partijen te gaan steunen. En ik vind zijn nadruk op bijvoorbeeld dat de NOS moet veranderen. Nou ja, ik denk dat er ontzettend veel goede programma's bij de NOS worden gemaakt. En dat juist ook een kraamkramer is voor heel veel mooie nieuwe programma's. Dus ik vind dat hij daar wat in doorslaat. Maar ik vind dat hij gewoon verder goed bezig is. En ik wens hem ook gewoon veel succes. Ja, nou, tot slot, nieuwe wegen. Je bent hier. Camera is tot je beschikking. Ja. Dus als je de kijker nog wat zou willen toespreken, dan heb je nu de kans. Ja, nou ja, goed. Ik hoop dat u kennis van ons zult nemen, maar vooral op ons gaat stemmen. Waarom? We zijn lijst 15, dus het is heel makkelijk te onthouden. 15 maart, lijst 15. Een sociale economie. Menselijke maat weer centraal, zodat mensen hun werk kunnen doen in de verpleging of in de scholen. En maar ook heel duidelijk grenzen stellen aan immigratie en integratie. En de normen en waarden die wij hier in Nederland hebben, die staan centraal. Die willen we beschermen. En daar moeten anderen zich aan aanpassen. Nou, tot zover Zendtijd Politieke Partij. Ja, mag ik je heel veel succes gaan wensen in de komende tijd? Heel graag. En als je straks toch in die Tweede Kamer zit, dat gaat lukken met nieuwe wegen, dan nodig ik je graag nog eens een keer uit. Kom ik zeker terug. Bedankt. Dank je wel.